De trainde trainercursus Immaterieel Cultureel Erfgoed is vandaag afgesloten. De cursisten mochten ook een certificaat van deelname in ontvangst nemen. Het directoraat Cultuur heeft de afgelopen week de training verzorgd aan vertegenwoordigers van verschillende culturele organisaties. Johan Rozer, beleidsadviseur op het directoraat Cultuur, zegt dat deze training met succes is afgerond. De 25 cursisten zijn nu bevoegd om trainingen te verzorgen binnen hun cultuurgemeenschap en daarbij de cultuurelementen binnen hun gemeenschap te identificeren. Rozer vertelt dat er gedurende de training activiteiten met de cursisten zijn ontplooid. Naast het overdragen van technische en specifieke kennis rondom het verdrag, hebben we ze ook de gelegenheid gegeven om te praten over hun eigen zienswijze ten aanzien van het borgen van cultuurelementen. En daarbij is dus onder meer gesproken over de rol die cultuurgemeenschappen hebben. We hebben gesproken over de rol van wat we noemen practitioners. De mensen die in feite die konies hebben, die sabbies hebben. En ervoor zorgen dus dat de dingen levendig worden gehouden. En we hebben dus ook gesproken over het belang van overdracht. Want we kunnen tradities hebben, maar de conventie schrijft voor dat er ook overdracht moet plaatsvinden. Dat betekent dat er ook jonge mensen betrokken zullen moeten worden bij de activiteiten binnen de cultuurgemeenschap als het om ICE gaat. De cursisten moeten werken aan het uitzetten van lijnen om de voorbereiding voor de inwerkingtreding van het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed mogelijk te maken. Alle cultuurgroepen van Suriname moeten volop de gelegenheid krijgen om cultuurelementen voor te dragen. De cursisten kunnen altijd terugvallen op de organisatie, zegt Rozer. Linda Toumere, lid Culture Event Suriname, zat ook op de training Immaterieel Cultureel Erfgoed. Volgens Toumere weet zij nu hoe zij informatie moet documenteren en gestructureerd te werk moet gaan. Elementen van de inheemse bevolkingsgroep zal zij samen met haar organisatie identificeren en laten vastleggen op de nationale inventarislijst. Nou, met deze informatie moeten we natuurlijk met ons allen, de inheemse bevolking. Ik heb ook andere inheemse mensen hier. Gezamenlijk zouden we dus dan moeten afspreken om dit te kunnen aanpakken ten aanzien van de training van immaterieel cultuur erfgoed. Dat we dus naar de samenleving binnen ons gemeenschap te brengen. Als u zelfs naar ons kijkt, hebben wij dus allemaal onze klederdracht. Dus u ziet het zelf. Dus overal ter wereld waar je gaat, zijn wij te herkennen. Is ieder te herkennen aan hun klederdracht. Ook in welke land je ook gaat, overal ter wereld. Zodra je ergens aankomt en je ziet iemand in klederdracht, kan je al ongeveer weten van welke gemeenschap de persoon toebehoort. Dus dit is een van onze elementen ook. Linda Toumere, die vandaag de trainde trainerscursus Immaterieel Erfgoed van het Directoraat Cultuur succesvol afsloot.